Stel u zelf voor in exact 30 seconden. Hallo, ik ben Arnoud Koel. Ik woon in Lübeck. Ik ben getrouwd. Ik heb twee kleine zoontjes. Eentje van 2 jaar en eentje van 6 weken. Ik sta als eerste opvolger op de lijst voor het Vlaams parlement in Vlaams-Brabant. Het is de eerste keer dat ik eigenlijk voor de schermen aan politiek zal doen. Tot nu toe was dat achter de schermen als medewerker op het kabinet van Theo Franke. En ik kijk er enorm naar uit, naar deze uitdaging. En ik hoop op uw steun en uw stem. Bedankt. Waarom stapt u in de politieke strijd? Wel, ik ben eigenlijk al van jongs af aan geïnteresseerd in politiek. Dus denk ik zo 14, 15 jaar dat ik dat bewust ben beginnen volgen, eind jaren 90. En dan bij de oprichting van de N-VA, Geert Bourgeois heeft de partij dan gesticht, vond ik een heel aantrekkelijk verhaal te vertellen. Een verhaal waar ik wel in wou meestappen. En heb ik een lidkaart gekocht als 16-jarige. Tijdens mijn studententijd dan actief geworden op verschillende bestuursniveaus, jong N-VA, N-VA, lokaal, regionaal. En daarna ook beroepsmatig parlementair medewerker geworden, op een kabinet beginnen werken, het kabinet van Theo Franke. En dan nu eigenlijk de eerste keer de kans om voor de schermen aan politiek te doen. En ja, dat is wel een uitdaging die ik met heel veel plezier wil aangaan. Welke quote heeft u gekozen? Ik heb gekozen voor een quote uit het programma In de Gloria. De quote is: door doorzettingsvermogen bereikt de slak de ark. Het is misschien een beetje een atypische quote, maar ik denk dat hem zowel op de N-VA als op mezelf van toepassing is. Toen ik begonnen ben bij N-VA was dat een partij die in de peilingen gepeild werd op 2%, 3%. Niemand dacht dat wij de kiesdrempel gingen halen. Werd eigenlijk meteen afgeschreven. Die eerste verkiezing was ook totaal geen succes. Geert Bourgeois helemaal alleen in de Kamer. Maar we zijn dan toch doorgegaan met de partij. Eigenlijk een beperkte groep militanten. Een paar jaar door de woestijn gegaan, zoals ze zeggen. En ja, als je dan kijkt waar we nu staan, zoveel jaren later, sinds 2010 eigenlijk de grootste partij van Vlaanderen, mee aan het stuur in de Vlaamse regering, tot voor kort ook federaal. Ja, dan kun je toch wel zeggen dat we een gigantische stap voorwaarts hebben gezet. En ik denk dat die quote daar wel op van toepassing is. En ook op mezelf eigenlijk. Dus ja, ik ben als 16-jarige lid geworden. Dat is ondertussen 17 jaar geleden. Heel lang achter de schermen als vrijwilliger meegedraaid. Ook wel professioneel dan als werknemer. Maar ja, dus langzaam maar zeker richting meer de publieke scène. En ja, dat vind ik wel van toepassing. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Ja, dat is misschien valt een beetje in herhaling, maar voor mij is dat dus Geert Bourgeois, de man waarvoor ik in de politiek ben gestapt. Niet alleen daarom, ook het type politicus dat hij is. Vandaag wordt de politieke scène nogal gedomineerd door politici die nogal dagelijks communiceren via Twitter en sociale media. En Geert Bourgeois is meer iemand die in de diepte werkt, die zijn dossiers kent, die ook ergens voor staat, dat durft verdedigen tegen soms tegen de publieke opinie in. Eigenlijk, dat was wat mij ook aansprak in de N-VA, het feit dat zij een aanbodpartij zijn, die zeggen van kijk, dit is ons standpunt en dat leggen wij voor aan de kiezer. Lust de kiezer het, des te beter. Lust de kiezer het niet. Ja, jammer, wij blijven ons ideaal verdedigen. Het is eigenlijk ook op die manier dat ik zelf, mocht ik de kans krijgen om in het Vlaams parlement te zetelen, zou willen werken. Ik moet nog een Twitter-account aanmaken, dus je zal van mij wellicht geen dagelijkse tweets op je bord krijgen. Maar ik wil wel met gedegen dossierkennis proberen het verschil te maken. Wat zijn uw politieke interesses? Ik heb eigenlijk redelijk brede politieke interesses, maar als ik er een paar moet uitlichten, zou ik graag willen werken rond de combinatie arbeid-gezin. Als jonge vader merk ik dat dagelijks, dat dat eigenlijk een uitdaging is. En ook in mijn omgeving, dat veel mensen daarmee worstelen. Het werk combineren met jonge kinderen, dikwijls nog een druk sociaal leven. Dus ik denk onder meer aan flexibele en betaalbare kinderopvang, iets dat wij toch als overheid ook mee moeten faciliteren. Daarnaast denk ik heel het klimaatdebat. Er wordt soms wat schamper gedaan over dat de jongeren daarvoor op straat komen en al dan niet spijbelen of dat kan of niet.
Maar ten gronde denk ik dat we het er toch allemaal over eens zijn dat er rond dat klimaat wel actie moet ondernomen worden. Ik wil daar graag mee mijn schouders onder zetten. Misschien wat loskomen van heel het polemisch debat, maar samen rationeel kijken wat zijn de beste oplossingen. En daarvoor aan de slag gaan, zodat we onze planeet toch aan de volgende generatie beter kunnen doorgeven. En tot slot hecht ik ook heel veel belang aan een efficiënte overheid, want we werken tenslotte toch met belastingsgeld. Dus ik denk zowel qua staatsstructuur, dat er in België nog wel wat werk is, niet verrassend van een N-VA, denk ik, om dat te vernemen. Maar ook gewoon toekoer binnen Vlaanderen, dat we altijd moeten beseffen van we zijn hier met geld van de belastingbetaler bezig. Dus elke euro moet twee keer omgedraaid worden voor we het hem uitgeven. En we moeten hem aan nuttige dingen uitgeven en zo efficiënt mogelijk werken. Wat kan er anders en beter in de politiek? Wel, ik heb het daar straks al een beetje aangehaald bij mijn voorbeeld. Maar dus, ik denk dat we wel moeten loskomen van heel die polemiek die toch wel de politiek kenmerkt de laatste jaren. Het wordt heel scherp gedebatteerd, maar het wordt eigenlijk niet echt meer gedebatteerd. Er worden meningen geponeerd tegenover elkaar. Er wordt nog weinig naar elkaar geluisterd. Je merkt ook dikwijls dat er daar een beetje een moreel superioriteitsgevoel bij hangt van mijn standpunt is moreel beter als het uwe en vice versa. En ik denk dat we terug moeten komen tot rationeel debat waarbij argumenten worden uitgewisseld en je samen tot oplossingen komt. Dat je dan niet elke dag kunt tweeten daarover, dat is dan maar zo. Maar als je finaal tot iets komt dat de moeite waard is, dan denk ik dat dat waardevoller is dan permanent het debat op te stoken eigenlijk. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Wel, ik denk dat ik een beetje een atypisch voorwerp mee heb. Het is het stalcertificaat van mijn dwerggeitenstal. Dus wellicht niet alledaags. Dus als tiener, denk ik, zijn we thuis met een aantal dwerggeitjes begonnen. En die hobby is wat uit de hand gelopen. Ik heb er ondertussen thuis een 20-tal. En ik ben ook bij een club gegaan, omdat ik denk dat is wat typisch Vlaanderen, denk ik. Mensen hebben een hobby. En een hobby beleven is toch altijd leuk als je dat samen met andere gepassioneerde mensen kunt doen. En dus bij ons in de vereniging is het dan de traditie als je een tijd lid bent, dat je dan een stalnaam kunt aanvragen, zodat je de geitjes die bij u geboren worden naar uw stal kunt vernoemen. Los van het voorwerp, denk ik, wil ik daar ook mee een beetje symboliseren van dat verenigingsleven dat toch onze Vlaamse dorpen en steden kenmerkt. Dat ik dat wel heel belangrijk vind. Mensen die zich spontaan verbinden en samen rond iets werken. Ik denk dat dat mee de gemeenschap vormgeeft. En ik koester dat zelf wel. En dit symboliseert dat voor mij.